Ja, bij mij zit Joris van den Broeke van de SPA. Jullie hebben tegen de motie gestemd die dat belangenconflict mogelijk maakt. Nu, om eens terug te keren. In het Brussels parlement is niet gelukt om in een eerste stemming die decumulregeling erdoor te krijgen. Voor tegenstanders hebben hun argumenten op tafel gelegd. Om het scherp te stellen, dan kan je eigenlijk twee dingen doen. Je neerleggen bij die stemming, of toch doorgaan, zoals nu gebeurt. Ja, met alle gevolgen van dien, hè. Ook en vooral voor Nederlandstaligen, zeggen de indieners van het belangenconflict. Vond u dit nu de moeite waard? Ja, ik begrijp eerlijk gezegd de indieners van het belangenconflict niet. Dit heeft helemaal niets te maken met de positie van de Nederlandstaligen in Brussel. Het Brussels gewest heeft al sinds 2002 de volle bevoegdheid over lokale besturen en kan perfect beslissen Ja, en maakt daar gebruik dat van. schepenen Ja. En burgemeesters niet mogen cumuleren met een parlementair mandaat. Want de vraag was natuurlijk, voor- en tegenstanders hebben in Brussel, in het parlement, hun argumenten op tafel Klopt. gelegd. En er is een stemming geweest. Ja, klopt. En er was geen meerderheid aan de Nederlandstalige kant. Dan zou je kunnen zeggen, oké, hier stopt het, maar nee. toch gaan we door. Ja, we gaan door. Waarom? Er is een democratische meerderheid in het Brussels parlement die volstaat om deze ordonnantie, deze nieuwe wetgeving. En dan bedoel je over de taalgroep ja, 1. Over de taalgroep 1 goed te keuren. Het is niet omdat Open VLD, CD&V en N-VA tegen een cumulverbod zijn, tegen een verbod op het cumuleren van verschillende politieke mandaten, en dat het Brussels parlement bij een democratische meerderheid dat wel oplegt, dat daarmee de positie van de Nederlandstaligen wordt geschaad. Ik zie dat helemaal niet in. Dit gaat over regels opstellen voor deugdelijk bestuur in Brussel, regels waarvoor het Brussels ja. parlement al 15 jaar bevoegd is. Nou, u zegt, sinds 2002 kan dit. Hij heeft elk gevest de mogelijkheid om zijn eigen regels wat dat betreft uit te vaardigen. Maar het is wel de Brusselse gemeentewet die hier wordt aangepast, waarbij, om het nu heel eenvoudig uit te drukken, het een beetje eenvoudiger is om dit erdoor te krijgen. Er is geen dubbele meerderheid, maar gewoon een meerderheid nodig. Ja, oké, maar dit is ook getoetst bij de Raad van State, hè, toch een van de rechtscolleges van in ons land. En de Raad van State is heel duidelijk. Als het Brussels gewest bevoegd is om het statuut te bepalen van de burgemeesters en schepenen in Brussel, dan is het ook bevoegd om te bepalen waarmee je die mandaten niet mag cumuleren. Dus kan het Brussels parlement perfect een regel maken dat zegt Brusselse schepen, Brusselse burgemeesters mogen geen parlementair mandaat cumuleren met een job. En ik vind dat een hele goede zaak. Dat heeft wel een impact op dit parlement, hè, op het Vlaams parlement. Ja, dat is, ja, dan krijg je hier twee categorieën. Maar hier zijn al twee categorieën, namelijk parlementsleden verkozen in het Vlaams gewest en parlementsleden verkozen in het Brussels gewest. Die van Brussels gewest doen enkel met de gemeenschapsbevoegdheden mee en niet voor de gewestbevoegdheden. Voilà, dus er is een objectief verschil, namelijk de woonplaats Vlaams gewest of Brussels gewest. En uiteraard, als een Vlaams parlementslid toevallig ook lokaal actief wilt zijn in het Brussels gewest, dan valt die onder de regels die het Brussels parlement daarvoor uitvaardigt, zoals 15 jaar geleden al is beslist bij de vijfde staatshervorming. Ja. Vindt u het de moeite waard om hier gebruik te maken van een regeling die eigenlijk ooit bedoeld was om het toenmalige Vlaams blok ja, niet toe te laten de instellingen in Brussel te blokkeren? Nee, men N-VA, CD&V, Open VLD gebruiken een regeling die bedoeld was om de goede werking van de Brusselse instellingen te waarborgen, maar ook om de rechten van de Nederlandstaligen te waarborgen, misbruiken die om een cumulverbod proberen tegen te houden. En ik vind dat bijzonder jammer. Daarmee zij ondergraven de positie van de Nederlandstaligen door een instrument in te roepen dat dient om die positie te beschermen. Alleen is die helemaal niet het gedrang in deze. Stel dat er een cumulverbod komt in Brussel. Dat geldt voor alle lokale Brusselse politici, of die Franstalig of Nederlandstalig zijn. Op dat vlak is iedereen gelijk voor de wet en kan er dus geen sprake van zijn van een schending van de rechten van de Nederlandstaligen. Er is een democratische meerderheid in een parlement dat de grondwettelijke bevoegdheid heeft om die regels te maken. Wel, als democraat, maar ook als goede Vlaming, sta ik erop dat we de autonomie van het Brussels gewest respecteren. Heel kort nog, jullie hebben het niet gehaald. De motie, belangenconflict, is gestemd, goedgekeurd en nu is het nu gedaan? Ja, nu is er een zekere periode die er over gaat om proberen via overleg er alsnog uit te geraken. Maar, eerlijk maar goed, als iedereen natuurlijk op zijn standpunt blijft, dan gaat er niks veranderen. Ja, we zullen zien tot wat het zal leiden. Okay. Ik vind het jammer dat dat cumulverbod in Brussel er nog altijd niet is. Oké, okay. Joris van den Broek, bedankt voor dit interview. Beste kijker, bedankt om op ons af te stemmen. Hier zijn vandaag ook een aantal actuele vragen gesteld. Die kan u zaterdag bekijken in onze weekendlus vanaf 6 uur in de namiddag.